Ieder jaar worden de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Abdelhak Akkaboen en Fouad Sidali maakten als een van de eersten een documentaire over de gevallen Marokkaanse soldaten in Zeeland. Daarbij bezochten ze de begraafplaats in Capelle. Hier ziet u een korte indruk daarvan. Het is namelijk zo, in 1940 zijn in Capelle zware straatgevechten geweest tussen de Duitsers en de Fransen. En zoals u weet maakten ook de Marokkanen en de Algerijnen onderdeel uit toendertijd van het Franse leger. En dat is ook de reden dat dus eigenlijk hier in Capelle, na die straatgevechten, de Franse militaire begraafplaats in Nederland is aangelegd. Waarbij de burgers van Capelle een zeer belangrijke rol hebben gespeeld. En die dankbaarheid die toen gold, die geldt heden ten dagen nog. Waarom? Deze mensen, ook de Marokkanen, ook de Algerijnen en de Fransen, die zijn in feite ook gesneuveld voor onze vrijheid. En u, zoals u hier bent, u bent jong, maar ik heb dus voor 1940 meegemaakt. En ik meen in alle bescheidenheid te mogen zeggen dat ik de vrijheid zeer hoog acht. En daarom geloof ik dat het een bijzonder goede zaak is dat u ook als Marokkaanse vrienden naar Capelle komt om te zien dat die dankbaarheid in de vorm waarop de begraafplaats is onderhouden, dat dat na zoveel jaren nog steeds hetzelfde is. En voor zover ik mag oordelen, zal dat onderhoud altijd blijven, opdat wij nimmer en nimmer vergeten. Jawel, want het hele dorp was er wel van doordrongen dat die mensen dus, dat we ze als onze vrienden beschouwden, omdat ze dus krijgsgevangen gemaakt waren door onze vijanden. Dus iedereen, we hoorden dus zeggen dat ze geen zout kregen en dat ze maar weinig kleren hadden in de winter, het werd hier ook zo koud. En dan is het hele dorp zorgde ervoor dat ze hebben kilo's zout is er naartoe gesleept en warme sokken hebben we voor haar gemaakt en ik was naaister, dus ik heb nog wel eens een vest genaaid of een jasje gemaakt en wat versteld als ze dus iets kapot hadden. En ze mocht ook, ze had ook allemaal 's avonds een huis waar ze kwamen eten. Dus we gaven ze ook iedere keer wat te eten. Wij geloven ook helemaal niet dat er één teruggekomen is in zijn land, want ze hebben van ons natuurlijk al onze adressen, foto's, meegekregen. En ze hadden zeker, ieder stuk voor stuk, ze hadden zeker iets van zich laten horen als ze dat gekund hadden. Gaat hij ook wel eens naar de begraafplaats in Capelle, in bijvoorbeeld zo'n dodenherdenking? Denkt hij dan ook weer aan die tijd terug? En hoe is dat om daaraan te denken? Dan kijk ik voornamelijk naar die namen. Ik ben er ook een keer geweest en dan zoek je dus een van die jongens de namen te vinden. Wij vinden dat alleen maar verschrikkelijk erg dat die ouders of vrouwen, vaders, moeders, kinderen als ze die gehad hebben, dat die nooit meer teruggekomen zijn bij die mensen. Dat vind ik dan, dat denk je dan. Wat is dat erg? Die mevrouw Callot, dat was een Franse mevrouw uit Rotterdam. Ze zei, ze vinden jou het mooist, want ze zei, ik had toen lang haar. Ja, sluik. En hun hadden krullen. En dat vonden ze niet mooi. Wij vonden die krullen toen zo enorm fantastisch, want dat had hier niemand, zulke haar. En er is hier ook nog dat vrouwtje, dat ze zei, ben jij dat? Die heeft van een van die jongens een lok geknipt en die heeft dat altijd bewaard.